Welkom lieve, lieve mensen bij Wyatt Croquet. Dit is het team. Het heldenteam. Zoals je kan zien met Team of the Akante. Heb ik hem gepakt? Nee, ik heb hem niet gepakt. Ik heb denk ik van alle FIFA YouTubers de meeste uitgegeven aan packs. Maar het mocht niet zo zijn. Ik mocht spreekwoordelijk gezegd mijn bek afvegen. Dat kon ik. En je ziet hier de highlights van mijn Weekend League. Want ik kan jullie vertellen, dames en heren. Er is geschiedenis geschreven. Blijf zeker hangen, want er zijn een paar gekke goals. Ik moet je wel zeggen, ik heb op vrijdag gespeeld bij Nick den Hamer in Groningen. Toen ging ik 1-1. Pauper slecht. Dit was mijn derde pot, die speelde ik gewoon thuis. Ik kwam 1-0 achter, ik maakte de 1-1. Ik heb alle goals van mij erin gezet. Sommige tegengoals heb ik erin gezet als echt cruciaal waren. Dit is een aardig doelpuntje van Eusebio. Even een herhaling. Koek, koek, tot ziens. Ja, dat eigenlijk. Ik heb dus niet alle tegengoals erin gezet. Dit is weer een goaltje van Eusebio. Dat is eigenlijk de reden. De reden dat ik dat heb gedaan, moet ik zeggen, is omdat ik anders een te lange video heb. Hij is nu al, denk ik, rond de 22 minuten. Ik score hier de 4-1. Ik pas er wat aan, want dit is eigenlijk de tactiek die ik even laat zien. Dit ga ik niet bij elke wedstrijd laten zien, maar dit is een beetje hoe ik het doe. Als ik aanvallend speel, speel ik 4-3-4. Dat betekent 4-3 aanvallend. En hij kwam nog terug tot 4-3. En sterker nog, hij kwam nog terug tot 4-4. Dat betekent dat we moesten verlengen. Ibrahimovic is ingebracht voor Eusebio en Sterling voor Hazard. Hier komt de bal voor de voeten van de Sterling. Raheem, de dream player of the month. Sterling. Raheem met de scheme. Hier is UCL Sané, de Champions League versie, untradable. Hij denkt keeper heen en weer. Ik denk tot ziens, stijf in de kruising. En dan zijn wij 2-1 in wedstrijden. Goed, de reden dat ik dit laat zien is eigenlijk omdat ik eerst hele verdedigende instellingen had staan. Ik had alle spelers, alle voorste vier spelers, behalve de spits naar achter, dus de drie camps, had ik terugkomen gezet. Terugkomen bij verdedigen. Even een momentje stilte trouwens voor de keeper. Koekoek, Eusebio, tot ziens. Die heeft een leuke aanval. Nee, maar ik had dus de instellingen. De custom tactics had ik zo staan dat alles terugkwam. Maar dat was niet zo heel best. Hier is trouwens Team of the Akante. Dit is een hele, hele zieke kaart. Hij kan ook nog schieten. Hier is Ibrahimovic ingevallen in de tweede helft. Kijk eens, tot ziens. Keeper was weer lekker aan het bewegen. Dan spelen we 3-0, winnen we. En dan gaan wij 3-1. Maar wat ik dus aan het vertellen was, is dat ik de settings heb aangepast. Ik heb de buitenste camps, heb ik op ondersteun verdediging gezet in plaats van terugkomen bij verdedigen, waardoor ze iets meer aanvallender stonden. Maar ik vind het toch chill. Sommige mensen die zetten alles op voorin blijven staan bij de alle vierde spelers. Ik vind dat niet prettig. Ik heb wat meer ondersteuning nodig bij de verdediging. Ik heb aanvallend ook niet heel veel spelers nodig. Dus dat. Kijk hier, dit is een heel raar doelpunt. Ik kwam 1-0 voor. Hij scoorde met de koppen met Sanchez. Hij gaf de bal voor met Kane. Hier gaat meteen even vanuit de aftrap. Scoren we de 2-1. Sorry als ik soms een beetje ongemakkelijk praat. Ik kan proberen heel snel te praten. En dit is ook een aardig doelpunt. Hazard. Kante. Ronaldo. 4-1. Ja, dat eigenlijk. Hier scoort hij nog de 4-2 met een rode kaart. Dat was uiteindelijk de eindstand. Je kan het zien. 7 schoten op goal. En hier staan we 4-1 als ik me niet vergis. En als ik me wel vergis, is het dat gewoon niet. Dit is Team Hill. Dit is Usiu. Als ik hoop dat ik het goed heb. 94. Dit is een Nederlander met een Feyenoord logo. Dus dat is wel even leuk. Ik hoop dat je dit ziet. Of ik hoop het eigenlijk niet. Want ja, dit was toch een pijnlijk doelpuntje. 1-0 voor FC Bastistand. Voor Wyatt Croquet. Dit is Kondogbia die de bal afspeelt op Eusebio. Die legt op Ronaldo. Is het 2-0 in de 15e minuut. Dan is het hier Eusebio met het 3-0. Een Jantje. En dan gaan we hier nog even lekker een aanvalletje opzetten. Komt de bal bij Ronaldo terecht. Dan is het 4-0 voor rust. Dat was heel lekker. Hoppa, lekker eigenlijk. Drukt hij op start. In de 43e minuut is verbinding verbroken. Hebben we een rage quit. En zo winnen wij ook deze pot. Staat het 5-1 in potten. 0 schoten op goal tegen 7 schoten op goal. Dan mag het ook wel. Dit is een heel aardig team. ASC Aplerbeck. Nicky 2411. Met Ronaldinho, Ballack en ga zo maar door. Hier onderschrijven we de bal. Kante steekt hem op Ronaldo. Ronaldo op Eusebio. Eusebio schiet. En het is een doelpunt. Dat is lekker. Hier ook weer een heerlijk aanvalletje. Tik, tik, tik. Trackback van Kylianus Mbappé. Dus ik moest even een boel laten. En dan is het Kante die de assist geeft op Ibrahimovic. Die wordt nog even keihard onderuit geschoffeld. Krijgen we een penalty voor. Die neemt Ibrahimovic en die schiet door het midden. Dan is het 3-0 tegen 1-8-7. Dat is de teamnaam hier. Ronaldo met de fake shot in de loop. Kante die had moeten scoren. En dan is het Sterling. Lelijk doelpunt. Eigenlijk had Kante moeten maken. Hier Sterling. Nogmaals, weer best wel een lelijk doelpunt. De volley is wel aardig, maar ik vind het nooit zo lekker om rebounds te scoren. Ja, het is wel lekker om te scoren. Dit is ook een heel apart moment.
Ronaldo die neemt de bal verkeerd aan of zo. En toen werd hij in de loop, of tenminste terwijl hij actie deed, werd hij ondergelopen door Van Dijk. Na doelpunt, maar als je de statistieken bekijkt, een terechte win. Wel een heel lelijke penalty. Goed, dat hebben we er ook weer gehad. 6-1 geloof ik. Hier is het Criminal FC. Met een aardig team. 3 flashback kaarten. Hier zit Kylianus en Mbappénus. Afkappen, afkappen, afleggen, scoren. Oh nee, toch niet. Gemist, maar we werden onderuit gehaald. Penalty gemist, dat is zuur. 2 foulmomenten op rij voor Ronaldo. Hier is Eusebio. Ondersteunende verdediging. Via het hoofd de voorzet. Mbappé komt. En Ronaldo komt niet. En dan wordt er een beetje geklitst. Want de keeper die had niet helemaal door wat er in de gaten. Die had niet helemaal in de gaten wat er allemaal gebeurde. Beetje een glitch komen. Hier hebben we de uitbraak met CR7 en Ronaldo. Een fake paas of fake schot. Nog een fake schot. En dan in de verre hoek. Tot ziens. Heel lekker. 2-0. Dat is prima. Ja, de eerste goal was dus vrij apart. Hier tikken we weer lekker. Ik heb het even iets versneld, anders duurt het heel lang. Weer die fake in de loop leggen we af. En dan is het 3-1. In de tussen had de tegenstander gescoord. Ik kom lekker uit mijn woorden, jongens. Hier maakt hij de 3-3. Dus we gaan verlengen. Dat is heel mooi. Of we gaan niet verlengen, dat is de vraag. Ik dacht even dat we gingen verlengen. Maar hier hebben we de aftrap. Als ik nog even kijk naar de aftrap. Met de wetenschap waarom ik dit erin heb gelaten, weet ik weer dat ik hier ga scoren. Kijk eens, koekoek, fake. Fake schot, weer een soort schijnbeweging. En dan zit Ibrahimovic. Ja, die moet je niet laten schieten. Hier Ronaldo. En nee, even een moment stilte. El Tornado overheen. Even wachten. Schieten. Later. 5-3. We gaan dus helemaal niet verlengen. Het was een klein misverstand in mijn brein. Het misverstand was niet in mijn brein toen ik dat doelpunt maakte. Want die was aardig lekker. Gelijke statistiek ongeveer. Maar wij pakken de win zoals het hoort. 7-1 in potjes. Keko Slovakia. Dit is FIWC Kopinnen. En waarom ik deze naam herken. Never Losing heet hij. In plaats van Leverkusen. Grappig. Goed team. Waarom ik hem herken is dat ik helemaal kapot werd gemaakt. En ik heb al eens een keer in FIFA 18 tegen deze man gespeeld. En dit is een oud e-sporter. Of nog steeds een e-sporter. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Ik zag dat Jimmy Donkers hem volgt van Feyenoord. Je kan hem opzoeken op Twitter. Maar deze man heeft mij helemaal vernederd. Een pak slagen gegeven. Dat moet je ook gewoon toegeven. Ik laat hier even een foto zien omdat ik best aan het proberen was. Georgie Best. Die moest even plaats maken voor Mbappé. Of andersom juist. Mbappé moest plaats maken voor George Best. Ik wil even weten of dit een lekker spelertje was. En als dat wel zo was, ging ik hem halen. Dan had ik ook natuurlijk wat leuke packs. Waar uiteindelijk niks uit zou komen. Hazard, die kan hem hier breed leggen. Dat doet hij ook. En dan is het 1-0 tegen het team dat CR7 heet. En dit is een Kante. Die gaat naar zijn rechter en dan gaat hij schieten. Want dat is team of die hier Kante. Want Kante kan niet alleen ballen afpakken. Hij kan natuurlijk ook ziek schieten. Zoals je kan zien, een jagerkaart zelfs erop. Dan drukt hij op start. Is verwinning verbroken. En dan winnen we 2-0. Na de rage quit van CR7. Messi FC. Hij weet niet wie hij kan kiezen. Dat is hartstikke lekker. En dan gaan wij 8-2. Als ik me niet vergis. Ja, hier spelen we tegen Zwetnekken. Luc 0024. Dat is Nijmegen. Omgeving Nijmegen. Regio Nijmegen. Dit is dus een Nederlander. Hier komen we op 1-0 tegen de Zwetnekken. Beetje racistisch als je mij vraagt. Maar goed. Beetje racisme. Ja, wat moet je ervan zeggen? Hier is Eusebio. Die gaat hier 1-1. En wat gaat hij dan doen? Hij doet een fake shot. Een road timer. En dan toch nog scoren. Dat is lekker zeg. 2-0. Tegen Zwetnekken. Hier is het 3-0 tegen Zwetnekken. Weer Eusebio. Misschien dat hij een beetje boos was vanwege al dat racisme. Want dit is toch een fantastische speler. Eusebio. Op een gegeven moment drukte hij denk ik zijn PlayStation uit. Hier was het dus 3-0. In de 56e minuut. En winnen we ook deze pot 9-2. Hier komen we tegen FC Bos. Met een opvallende speler. Seedorf. Die zien we niet heel vaak. Die zien we niet heel vaak. En hier ga ik ontzettend de fout in met Kante. Ik speel daar andere Kante in. Komt hij voor de voeten van Seedorf. En dit was eigenlijk het enige moment in de wedstrijd. En ik verlies dus 1-0 door een enorme fout. En op dat soort momenten kan je jezelf voor de kop slaan. Inderdaad, hij heeft veel meer schoten op goal. Maar als je dan toch zo aan het verdedigen bent, moet je niet zo'n fout maken. We gaan dus 9-3. Als ik me niet vergis. Ik was even de tel kwijt. Maakt niet uit. Hier in mijn corner. En dan moet je Ronaldo de kansen niet geven. Want die kopt hem binnen. Hier, kijk eens. George Best. Ondersteun verdediging, hè? Kijk, dat bedoel ik. Hij ondersteunt de verdediging. Pakt de bal af op Ronaldo. Ronaldo op Eusebio. Eusebio. En die legt hem af op Ronaldo. En dan is het 2-0. Koek, koek. Koek, 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 koek. Best. Ronaldo. Dat doet hij best goed. Haha, 3-0. Druk maar even op start. En dan krijgen we een rage quittant. En dan is het, denk ik, 10-3. Hier is One Touch. Ozan, 17-23. Ook een heel aardig team. Leuke playpicks. Royer, Royce. Ibrahimovic, ja, heel geinig allemaal. Hier, weer lekker opbouwen. Kijk eens, Van Aanholt, Kondogbia, Ronaldo, Sterling, Kante, Best. Best doet een trucje. Kappen, kappen. Berbatov spin, linkervoet, geel getimed, 1-0. Heel lekker. Voorzet voor de tegenstander dan. Die mist. En op een gegeven moment was hij er zo klaar mee. Hij denkt, als ik dit ga missen, jongens, dan gaat het niet meer goed komen. Tot ziens.
En tot de volgende is het 1-0 tegen Ozan. One Touch heette zijn team. En dan is het 11-3. Komen we tegen STB FC Chipper 8-1-4-0-0. Wat een namen, jongens. Een apart team. Hier is die. We onderscheppen de bal met Best, want die ondersteunt de verdediging. Eusebio Ronaldo. En die gaat iemand even de bos in sturen met een Bertel spin. Dan is hij Eusebio. Houdt hem in. Terug op Ronaldo. Buitenkantje voet. 1-1. Want de STB had de 1-0 gemaakt of de 0-1. Een dragback voor Ronaldo. Eusebio. Die komt voor zijn rechten. En dan moet je hem niet groen laten timen. Want dan is het 2-1. Kondogbia. Sterling. Kante. Sterling. La Croqueta. Hè? Kappen naar binnen. Hè? En op de paal schieten. Ja. Hierna dan wordt er heel veel gekloot. Kijk, het is een beetje een flipperkast. Ik probeerde een El Tornado, werd onderschept. Weer bam, bam, bam. Hier leg ik hem af op Ronaldo. Randje buitenspel. 3-1. Wordt er op start gedrukt door Chipper. En dan weten jullie natuurlijk al wat er komt. De RQ. De Rage Quit. Dan staan we 12-3. Prima uitgangspositie. Als je dat verdubbelt, dan kom je op 24-6. En dat is elite. Dit is dus George Best. Die hebben we dus gekocht. Daarvoor heb ik Zanetti ingeleverd met pijn in mijn hart. Heb ik Champions League Aurier gehaald. En we komen hier tegen de Mighty Spurs. Met een apart team. Kondogba, Eusebio. Lekker tikken. Spelen. Ronaldo, fake shot. En dan in de lange hoek. Oh nee, toch niet. Keep houdt hem tegen. En dan Eusebio. Een beetje matig doelpunt. Maar ja, die zijn er ook. Ronaldo dan nu in de verre hoek. 18e minuut. 2-0. Op start gedrukt. En dan weet de tegenstander ook. Jongens, tot ziens. 3 schoten op goal tegen 1 schot op goal. En dan gaan wij 13-3. FC Trabzon City. Kijk deze. Dit is een aardig team met Mahrez player pick. Hier komen wij op een 1-2. Hij heeft al 2 goals om de oren gekregen van deze beste man. Dan staat het hier. 1-3. Kijk eens. Kante strijden. Teruglopen. En inspelen. Eusebio Best. Kijk eens. Die achter de verdediging kruipt ook nog. Kappen. Schieten. 2-3. Heerlijk. En dan gaan we weer lekker aanvallen. Kijk eens. Best. Die toch een goede aanwinst bleek te zijn. Hier afleggen. Tik. Ibrahimovic 3-3. Dan zitten we lekker. En kijk eens in deze 93ste minuut. Komt de bal voor de voeten van Mahrez. Die hem geel timed in de korte hoek. In de 93ste minuut. We hebben 2 minuten extra tijd. Dit zijn de zuurste goals die je tegen kan krijgen. Maar goed. Had ik maar beter moeten verdedigen. Gelijkwaardige pot. Hij had iets meer balbezit. En 1 schot meer op goal. Nou, dat was toevallig een doelpunt. Haha. Maar goed. Dat doet zeer. 13-4. Hebben we een apart team. Rode kaarten. Paarse kaarten. Bruine kaarten. Is een flashback kaart bruin? Dat weet ik niet. Zwarte kaarten. Gele kaarten. De gouden kaart eigenlijk. Ja. Daar spelen we tegen. Hier is het. De beste man. Die hier... dit is niet de aftrap. Dit is de aftrap in de tweede helft. Dit is eigenlijk de enige kans die er was. Een vrije trap die ik weggaf. Ik denk hij gaat zelf schieten, want dan kan je niet, hij heeft niet spelers erbij geroepen. Maar hij legt hem gewoon rustig breed op Salah. Die hem in de kruising poft. Ja, dat was eigenlijk de enige kans. Als je de statistiek even gaat bekijken, heb ik 3 schoten op goal en hij 2. Waaronder dus dat schot waar hij uit scoorde, denk ik. Heel zuur. En zo gaan we, denk ik, ik weet het eigenlijk heel stiekem niet meer, 14-4, denk ik. Dan moeten we zo even kijken. Hier is in ieder geval tik. En dan is de bal voor de voeten van Hazard. 1-0. Dan drukt hij de beste man al op start na 11 minuten. Dan zeg ik dankjewel. En dan hebben we... Hoeveel winst hebben we nu eigenlijk? 14. Dan gaan we nu 14-4. Geloof ik. Dan is hier Fudu Futi. Leuke naam. Flipper FC. Aparte keuzes. We zien hier Shaqiri. Screamkaart. Hier is Kante. Tik. Kante. Die zet Alexander van de bal. Kante krijgt hem terug. Kante legt hem weer terug. En dan is het 1-0 tegen Fudu Futi. Kijk eens hier, Kante. Wat een beest, jongens. Hij onderschept. Hij zegt, kom maar terug. Ik heb hem even voor je versneld. Want anders duurt de video te lang. Maar goed, waar het om ging is dat Kante de bal onderschepte. En Eusebio aardig kan schieten. Nog steeds. Uiteindelijk stonden dus 2-2. Gingen we verlengen. Gaf ik het weg. Heel dom. Hier is George Best met de schijntrap, zoals je het kan noemen. Een schaartje. Buitenom. Afleggen. Ibrahimovic. 3-2. Hier zit Sterling. Best. We gaan even tikken weer. Sterling. Ronaldo terug op Sterling. Terug op Best. En dan zit in de verre hoek. Best. 4-2. Dan is het zelfs nog 5-2. Kante legt hem af op Ronaldo. Dan is het 5-2. Dan is de wedstrijd beslist. 12 schoten op goal tegen 6. Mag je op zich terecht noemen. 15-4. Zinedine Zidane. Eigenlijk een Real Madrid team. Met alleen Alba, Promes en Griezmann in het team. Voor de rest alleen maar Real Madrid. Gebeurde helemaal niks. Tot aan dit moment. Pata van Aanholt. Voorzet op CR7. En dan is het 1-0. Daar bleef het ook bij. Pata van Aanholt. Man of the match. Wat een ongelofelijke beast. 4 schoten op goal tegen 1. Dat was een hele saaie pot. Gaan we in ieder geval hier 15 of 16. Om nog wat. Om 4. Nouri. 34 Nouri FCA. Een eerbetoon. Of een steunbetuig.
van deze man aan Nouri. Sowieso respect. Dit is dus in Nederland. Zoals je kan zien, 34N met een Ajax logo. Dan kom je wel op voorsprong. Je wordt nog getackled, maar kan de bal binnenschieten met Hazard. The Dukes of Hazard. En dan hebben we hier George Best, Hazard. De Belg in ons team, de untradable informer. Lekkere schijnbewegingen. Kijk eens, buitenom, binnendoor. Flexibel, Eusebio. 2-0 in de 24e minuut. Hier dan Kante, met een beetje geluk, maar hij trad hem alsnog aardig binnen. 3-0. Dan gaan we eens hier kijken wat hier gebeurt. Oh ja, lekkere lange ballen op Ibra en Ronaldo, want die winnen ze vaak. Dan is het Ronaldo die buitenom gaat, schijntrap. Akka afleggen, Sterling 4-0. Dan is het 4-0 in de 55e minuut. Winnen we uiteindelijk 4-0. GG naar Arsenio 1992. Statistieken waren ja, redelijk gelijk. Een beetje geflatteerd misschien. Maar goed, we winnen hem 17 om 4 of 5 gaan we nu. Dat is hoe het is. Voor mij gaan we 17 om 4. We scoren hier wel de 1-1. Of hij scoort. Ja, we scoren de 1-1. Geloof ik. Of de 1-0. Ik weet het even niet meer. Goed, ik ben een beetje in de war. Het is 7:15 ochtends. Ik neem dit op voordat ik naar Fox ga vandaag. Het is hier George Best. En ja, die kapt hem af. Legt hem af. Ronaldo. 2-1. Hier dan, lekker opbouwen, counteren vanuit de corner. Kante houdt het overzicht, breed op Aurier. Steekt hem op Ronaldo. Ronaldo gaat wederom buitenom. Weer de bekende schijntrap. En afleg op Ibra. Ja, die weet er wel raad mee. 3-1. Dan is deze tegenstander helemaal klaar mee. Denkt hij, Bas, ga lekker weg. Hij gaat uiteindelijk zelf weg. En dan winnen wij deze pot. 3-1. Evenveel schoten op doel. Misschien dat hij daarom een beetje gefrustreerd was. 18 om 4. Hier is FC Amsterdam. SJB 13. Met een mooi team. Leuk middenveld, Bayern middenveld met Ronaldo, Cristiano Ronaldo zoals erbij. Die gaan natuurlijk in game anders spelen. Hier is Pata van Arnold met een actie door de benen. Legt hij hem af op Ronaldo. Is het 1-2, want we kwamen 2-0 achter. Want deze pot was een kermis. Hier is een corner. Ja, dan moet je niet de kans geven aan Ronaldo. 2-2. En hier, mensen, komen we zelfs nog op 3-2. Ibrahimovic. Toen dacht ik, yes, in de pocket. Ging 5 at the back spelen, geloof ik. Oh nee, nog niet. Hier is een goal voor Ronaldo. Hij kwam heel vaak uit met zijn keeper. Dat pakte heel vaak goed uit. Nu niet. Nu glitcht hij. Stond ik 4-2 in de 81ste minuut. Ging 5 at the back spelen. Maar dan kreeg ik meteen karma op mijn oren. 4-3. Hier gaf hij een voorzet. Aurier dacht, weet je wat, maat? Ik ga niet springen. 4-4. Gingen we dus verlengen. En deze man met Sané legt een breed op Martinez. Ja, vierde keeper. Heel lullig. Vanaf de aftrap gingen we vol gas. Kijk eens. Tik, 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 tik. Stond 5-4 voor de tegenstander. We moesten wel. Uiteindelijk komt de bal aan de voeten van Kante. En die schiet de bal bijna door het net heen. Het was bijna gelukt. Dan staat het 5-5. En dan mensen. Onderschepping. Van Royce die is ingevallen. Ik gokte al dat de bal erheen ging met Ronaldo. Ik pakte hem af. Berbatov spin met Best. Ronaldo. Best. Ronaldo. Legt hij hem weer terug. Keeper komt uit. Wederom. En dan is het 6-5. Ik was zo ongelooflijk blij. Want ik kreeg er dus voor elkaar om deze wedstrijd te winnen. Na een 2-0 achterstand. Tegen een goede tegenstander. Echt een goede tegenstander. SJB. Als je dit ziet. Respect. Hij had meer schoten op goal zelfs. Maar ik pakte uiteindelijk de win. Hier dus. 19 om 5. 19 om 5. Toen kwamen we tegen dit team. Kijk eens. R9. Player pick Messi. Toen poepte ik heel even in mijn broek, kan ik je vertellen. Team of the Year de Bruyne. Een beter team dan ik. Ja, ik laat alleen deze zien. Dit is het enige doelpunt dat ik heb gemaakt. Hij heeft helemaal mij van de mat getikt. Deze man, die was gewoon veel beter. Dat moet je gewoon toegeven. Kan je de statistieken laat ik ook nog even zien. Want die waren ook kansloos. 4 schoten op goal tegen 11. Dit soort mensen, als je daarvan verliest, ja, dan accepteer je het gewoon, weet je. Het zijn gewoon hele goede spelers. En zo gingen wij dus 19 om 6. Moest ik dus 4 om 1 spelen. Hier is onze volgende tegenstander. Hier is Eusebio. Die speelt hem diep op Best. Die aardig meedoet in ons team. Mooie actie van Best. Afleggen. En dan is het hier 1-0 door Ronaldo. Kijk eens. Voorzetje op Best. En die denkt, weet je wat, maat? Koekoek. Verre hoek. 0-2. Voorzetje. Corner. Eusebio. Zulke lange mensen. Dan denk je, Eusebio. Maar die mag een aardig koppen. Krijgen we hier een penalty. Ronaldo door het midden. 0-4. Hij scoort nog de 1-4. Maar vanuit de aftrap gaan we weer lekker in de aanval. Ronaldo. Eusebio. Terug op Ronaldo. Scoop turn. Naar rechts. En binnen schieten. 1-5. Hier dan. 1-6. 90ste minuut. Heel lekker. 20 om 6. We moesten hier dus 3 om 1 gaan. Speelt er FC Magdeburg. Hier is Ronaldo. Hier is Eusebio. Die gaat naar zijn rechter. Die schiet hem getimed in de verre hoek of korte hoek. Ja, het is weer een beetje moeilijk om dat te bepalen. Als je in het midden staat. Hier is George Best. You're simply the best. Voorzetje op Ibra. Ja, en als je één iemand niet moet laten koppen, is het Zlatan Ibrahimovic. Tegenstander komt nog op 2-1. Dat bleek de eindstand. En zo gingen wij 20
om 6, geloof ik. Ja, nee, niet. 21 om 6. Ah, even een foutje. We gingen dus 21 om 6. We moesten dus nog 2 om 1 gaan om Elite te halen. Elite 3. Dit is George Best. Dit is een goed team. Maar wij hebben George Best ook. Dat is grappig. Ronaldo, Dragback, Eusebio. Afkappen. Tegenstander gaat het bos in. We gaan hier kijken of we breed kunnen spelen op George Best. En over het bos in gesproken. Ja, dit was toch lekker. Verre hoek. 1-0. Kondogbia. Aardig kaartje. We gaan even versnellen. Even tik, tik, tik. Zoals we vaker doen. George Best. Op de paal. En dan, ja, lullig. Hij valt er heel lullig in. Is een vies doelpuntje eigenlijk. Maar de aanval was goed. Hij vond het niet zo prettig. 2-0 rage quit. En zo moesten wij met nog 2 potten te gaan. 1 keer winnen. Kwamen we tegen dit team. Piraten de GL. Ik weet niet waar dat voor staat. Het is een heel goed team. Of tenminste, het is een goed team met Messi, Suarez. Playerpick Lala. Krijgen we hier een corner. Laurent Blanc moet je niet laten koppen. Want die man kan aardig koppen, kan ik je vertellen. Hier dan de tegenstander. Ik dacht dat hij ging schieten met rechts. Maar het was België naar buiten leggen van Messi. 1-1. En dan gaat de tegenstander weer. Maar kijk eens. George Best onderscheppen. Dan komt de bal bij Ronaldo. Ronaldo doet een Berbatov spin. En timed hem met zijn weak foot. Maar hij viest de weak foot. Kijk eens. Kante zit er weer tussen als een beest. Ibrahimovic. Dan hier. Gaan we. Gaan we. Zlatan. Wat ga je doen, Zlatan? Wat ga je doen, jongen? Kijk eens. Kiskiet. Nagini spin. Lange hoek. 1-3. En toen wist ik, jongens. Het is gebeurd. We hebben geschiedenis geschreven. Hier komt Ronaldo nogmaals. Steekt eens Ibrahimovic weg. Het duo. Het beesten duo voorin. Kijk eens. Berbatov spin. Afleggen. Ronaldo. Kijk eens. Binnendoor. Buitenom. Tot ziens. 1-4. En toen wisten wij. Dames en heren. Wij hebben geschiedenis geschreven. Wij hebben Elite gehaald. Dit is een prestatie waar ik al weken op zat te wachten. Ik heb zelfs nog onderling met Robbie een discussie gehad. Of eigenlijk een soort weddenschap wie het eerste Elite zou halen. Ik heb dat gedaan. Rob heeft Team of the Year Messi gepakt. Ze hebben allebei een beetje wat. Maar dit is voor mij toch wel heel bijzonder. Met nog 1 wedstrijd over zelfs. Hebben wij Elite 3 gehaald. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je tot dit moment nog op volgehouden. We zitten op 22 minuten. Ik ga de rewards denk ik openen samen met Nick Den Hamer. Die heeft top 100 gehaald. Dus like even als je dat wil zien. Dan ga ik weer even richting Groningen voor jullie. En ook voor mezelf. Is gewoon gezellig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Als jullie nog meer video's willen zien. Laat me het even weten met dit team. Of een speler van dit team. Of ja, iets anders. Laat me het weten. Vergeet niet te abonneren. Druk dat belletje in. Like deze video. En dan zeg ik dank jullie wel. Ook namens Wyatt Croquette.